Wild pig. Ja. Je mag mij ook filmen. Ja, momentje. De Hazemeyer groep werd meegenomen in Enschede, werd daar gehoord, maar de hoofdgroep werd doorgesluist naar Arnhem. En ze werden verhoord in de zogenaamde Außenstelle van de Sicherheitsdienst. De Sicherheitsdienst was verdeeld in 5 rajons in Nederland en die voor het oosten die zat in Arnhem, in het gebouw de Kraton. Waar staat er nu nog steeds. Ik ben daarin geweest. Het is een conservatorium waar veel Duitse studenten jazz zitten te spelen. Dus het heeft wel heel wat betere stemming gekregen, maar ik wil zeggen. Maar ja, die mensen van de Hazemeyer-groepen en nu ook Herman werden daar wreed verhoord en gemarteld. Maar Herman die hield zijn kiezen op elkaar. Hij ontkende alles en hoeveel precies de Sicherheitsdienst weten is gekomen, dat weten we niet. Het is de Kraton, ja. Want de Sicherheitsdienst heeft alle rapporten en verhoren verbrand later. De Hazemeyer groep is doorgestuurd naar Amersfoort. Concentratiekamp Amersfoort was het. Het eerste concentratiekamp wat er in Nederland was. Maar Herman die werd daar opgesloten in een van de dodencellen. Dat waren cellen die waren gedeeltelijk onder de grond en die waren bestemd voor mensen waarvan werd aangenomen dat ze het met de dood zouden moeten bekopen. Om een van de redenen is dat niet gebeurd, maar de groep is vrij kort daarna, begin 1943, doorgestuurd naar Vught. En daar is Herman uiteindelijk aan het werk gezet bij Philipscommando. 4 van de mensen van de Hazemeyer groep zijn in augustus 1943 ter dood veroordeeld door het kriegsgericht. Ik heb hun naam opgeschreven, namelijk Harry van Genuchten. Dus, Jan Vroothuis, Gerrit de Ruiter en Theo Vroom. Nou, nu begint het tweede gedeelte van het verhaal. Leen, vrouw van Herman, moeder van Jossie, was in Hengelo achtergebleven. Om een of andere reden was ze niet gearresteerd, terwijl ze ook meegedaan aan het verzet werd van die groep. Ik denk dat de reden was dat ze een vrouw was. Duitsers namen vrouwen iets minder serieus in de oorlogssituatie. Maar Deen, die vond het natuurlijk vreemd dat haar man gevangen zat. Ze wilde weten waar hij zat en ze broedde op een plan om hem vrij te krijgen. Ze ging met tante Lien ging ze naar Den Haag, naar de Sicherheitsdienst om te vragen waar is mijn man. En daar kreeg ze te horen van nou gaan we naar Arnhem en daar in de Außenstelle, daar weten ze er wel van. Die gaan erover. Ze is daar naartoe gegaan en ze had in haar hoofd het idee. Ja, wat kan ik als vrouw doen? Ik kan eigenlijk alleen maar proberen om aan te pappen met een van die Duitsers en hem dan zover te zien te krijgen dat hij mijn man vrijlaat. Ze werd daar te woord gestaan door een hauptscharfvuurer waarvan ik te weten ben gekomen dat zijn naam Konrad Hofman was. En
Leen zei, ja, mijn man moet vrij, hij heeft niks gedaan. Hofman heeft waarschijnlijk geantwoord, ja hoor, wij denken daar heel anders over. Leen heeft een poging gedaan om een soort flirt te beginnen met die man. En hij is daarop ingegaan. Konrad Hofman was een opmerkelijke man, hij was namelijk de vrouwenspecialist van de ziekenhuisdienst in Arnhem. Dat was hij echt. Dat had hij te danken aan het imago van onkreukbare katholiek, strikt naar monogaam was. Zo dachten ze over hem. En ja, dat was hij niet. Want hij ging dus op Leen in en hij vroeg aan haar, zeg, ga je mee dansen, dit is binnenkort een leuk feest in het Weermachtsheim. En zij vond dat heel griezelig, maar ik dacht, ja, als ik iets wil, als ik die man echt aan mijn kant wil krijgen, dan moet ik dat doen. Daar heeft zij dus inderdaad een avond gedanst, samen met allerlei misdadige types en mofverhoeren. Maar die Konrad Hofman, die toonde zijn menselijke gezicht. Hij had charmante eigenschappen. Hij kon bijvoorbeeld zonder noten piano spelen. Als iemand zei, zie jij eens eventjes meneer op het zijplein de lichtjes weer branden gaan. Nou, dan speel je het er eventjes. En hij kon een beetje Nederlands praten. En hoewel zij dus eigenlijk alleen maar die man wilde inpalmen voor haar doel, ontstond er echt een relatie tussen die twee mensen. Die veel meer was dan dat zij hem probeerde te gebruiken. In elk geval, hij kwam ook bij haar in Hengelo. Ik heb een oude vrouw gesproken, tante Annie, die twee samen in Hengelo ontmoet heeft. Daar zat, tot haar grote verbazing, zat daar ineens bij haar thuis een Duitser die ook nog de kleren van Herman droeg. Ja, niet geloof maar, dat is waar. Wat gebeurde er? In begin 1944 zag Herman, die in Vught nog zat, in het concentratiekamp, die zag tot zijn onuitsprekelijke ongeloof zijn eigen vrouw Leen daar rondlopen in gezelschap van een aantal hoge petten van hoge Duitsers. Hij wist niet wat hij zag. En zij deed haast een soort rondheid te geven, ze beet allerlei mensen aan. En een paar weken later kreeg ik ineens te horen van, ja, je bent vrij, je kunt weggaan hier. Waarom? Ik werd niet uitgelegd. En niet alleen hij, maar ook nog zes andere mensen van de Hazemeyer groep. Namelijk Jan Gerrit de Braker, Theo Egbers, Wim Maas, wie zoon hier dus is, Wim Tieking, Henk Draman en Henk Wolf. Allemaal mensen die zelfs nu grotendeels nog niet weten aan wie ze hun bevrijding te danken hebben gehad en waarom ze zijn vrijgelaten. En dat ze überhaupt werden vrijgelaten als communistische saboteurs, dat was ook al een soort wonder, want ja, in het algemeen werden die op zijn minst tot aan het einde van de oorlog vastgehouden. Maar zij kwamen er dus met ruim een jaar van af. En ze hebben eigenlijk ook hun leven aan die bevrijding te danken gehad. Want kort daarna landden de geallieerden op Normandië. Die rukten op en de Duitsers die probeerden Vught meteen zo klein mogelijk te maken. Stuurden de gevangenen door naar Dachau en andere afdelingen van de hel. En ja, Leen heeft dus levensreddend werk verricht.
En dat is eigenlijk mijn grootste ontdekking geweest bij het schrijven van het boek. Dus het verhaal wat Leen en Jossi verteld hebben, het is volkomen waar. Het is echt helemaal volslagen waar, heel anders dan ik verwacht had. En ik heb dat aan de hand van niet alleen gesprekken met getuigen, maar ook aan de hand van onderzoeken in het Nationaal Archief en het Milieot, tot in Duitsland, in Wiesbaden. Toen heb ik bij het Gelders Archief heb ik alle stukken bij elkaar gevonden. Het klopt allemaal. En nu zul je dus vragen, ja, waarom is daar nooit eerder aandacht aan besteed? Een vrouw die erin slaagt om door een relatie met een Duitser zoveel mensen vrij te krijgen, dat is uniek. Dat, niemand weet ervan dat die dingen gebeurd zijn. Maar het antwoord op de vraag waarom dat niet een bekend verhaal is geworden, dat is dat er een ontzettende schaamte over bestond. Want toen Herman uit het kamp kwam, toen vroeg hij natuurlijk meteen aan zijn vrouw van hey, wat deed jij in het kamp? En hoe kan het dat wij nu ineens vrij zijn? Zij heeft toen gezegd, ja, ik had een relatie met een goede Duitser en zodoende ben ik erin geslaagd om jullie vrij te krijgen. Hij is daar enorm van geschrokken en hij heeft gezegd, ja, maar ja, als jij met een van die vreselijke klootzakken van de SD gevreden hebt, dan wil ik liever terug naar het kamp, dan wil ik liever dood. Dus het verhaal was helemaal niet een leuk verhaal om te vertellen. Integendeel, de hoofdpersonen die schaamden zich er zelf voor. Ja, Leen schaamde zich niet voor, want die vond het, ja, die vond het een reuze succes dat ze de man vrij had gekregen. Maar tegelijkertijd was het een heel erg beladen verhaal. En wat ook heel erg was, is dat verschillende mensen van het verzet in Twente zeiden van ja, die Leen is een mofvoer, want ze is gezien in het gezelschap van ziekenhuisdienstmensen. En dat is ook de reden geweest dat Leen en Herman niet in Hengelo zijn blijven wonen, maar na de bevrijding uit het kamp zijn ze meteen in Eindhoven gaan wonen om afstand te nemen van mensen die misschien wel op haar leven gemunt hadden, die dingen gebeurden in die tijd. Dus het huwelijk van Herman en Leen is daarna ook heel beladen geweest. Want aan de ene kant hielden ze heel erg veel van elkaar, aan de andere kant was er wantrouwen van Herman tegenover Leen. En van Leen's kant was er een gevoel van miskenning. Dat is heel erg te begrijpen. Maar ik kan niet anders constateren dan dat Jane Reef Wil een uitzonderlijk verzetschrijfster is geweest. En ik vind het dus ook prachtig dat ik Josti, kun je misschien een beetje naar voren komen? Kun je hier bij mij komen? Dat ik jou dit resultaat van mijn onderzoek nu kan aanbieden, dat je dit boek kan geven. Te meer omdat Jossi over een paar uur 70 jaar wordt. Ja. Dus ja, dat wordt. Ja. En het diep van mijn hart bied ik je dit boek aan. En ik hoop dat ik iets heb kunnen bijdragen aan je geschiedenis en ook aan je toekomst. Alsjeblieft, schat. Ik wil nog iets over toezeggen. Ik heb wel iets voorbereid, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel gisteren. Dus ik weet niet hoe het wordt. Ik heb eraan toe te voegen dat ik mijn moeder natuurlijk na de oorlog als moeder gehad heb. En ik heb dat meegemaakt hoe zij, hoe moet je dat zeggen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben met dit boek zo blij. En ik ben zo blij dat Ron daar werk van heeft gemaakt. Omdat het de visie op mijn moeder bijgesteld heeft. Dus ik heb 70 moeten worden om, ja, hoe moet ik het zeggen, om een andere en een fijne visie op mijn moeder terug te krijgen.
gezellig. Ik ben heel erg blij, heel dankbaar. Dank je wel. Ja, dank je wel. Nou, dit boek, wat vandaag verschijnt, dat is een heel persoonlijk boek. U heeft net ook kunnen horen, of kunnen zien bij de ophandeling van het eerste exemplaar. Het is een enorm persoonlijk boek. En door persoonlijke nabijheid en betrokkenheid van de auteur, de mensen die hij onderzoekt, heeft het een hele speciale lading gekregen. Het gaat er niet alleen om, ja, om dit soort academische vraagstukken. Het gaat er echt om van, hoe zat dat nou? Hoe zat het nou met het verleden van mensen die heel dicht bij mij staan? Hoe zat dat en hoe moet je dat nou beoordelen? Nou, in dit boek zitten dus ook geen ingewikkelde analyses en wetenschappelijke literatuur en wat niet al. Daar gaat het in dit boek niet om. Het gaat hier echt om iets heel anders. Desalniettemin ga ik vanuit mijn rol toch iets meer de academische invalshoek kiezen. Ik hoop dat u daar even met mij mee wil gaan voor nu even. Het eerste onderwerp is verraad. Verraad komt in dit boek eigenlijk op twee manieren aan de orde. Ten eerste het verraad van de verzetsgroep waar de hoofdpersoon helemaal reeds toe behoorde. En waardoor hij met een heel aantal anderen opgepakt en uiteindelijk in het kampvuur opgesloten werd. En de Hazemeijergroep heeft het erover gehoord. De tweede manier waarop verraad in het boek aan de orde komt, dat is eigenlijk een manier, ik zou zeggen, nou, dat verraad dat komt eigenlijk in de loop van het boek steeds meer tussen aanhalingstekens te staan. Het verraad van Lee, Herman's echtgenote, die door middel van een relatie met een SD'er Herman en zijn lotgenoten probeert en ook weet vrij te krijgen. Nou, dat eerste verraad van de verzetsgroep door een eigen kameraad, dus als je dat leest, het is hard, het is schokkend, en ook tragisch, een verzetsmakker die na gearresteerd te zijn draait en informatie gaat doorspelen aan zijn vervolgers. Iemand die tot die vertrouwelingen behoorde bleek tegelijkertijd de vijand. Uit de bezettingstijd kennen we maar al te veel van dergelijke vreselijke voorbeelden. Vaak is er ook echt sprake van een grote tragiek. Iemand is onder grote druk, in mishandelingen, bedreigingen, bijvoorbeeld gezwicht. Niet om het goed te praten, maar ja, hoe zouden we zelf omgaan met zo'n situatie waarin de keuze alleen maar uit kwade lijkt te bestaan? Een man met een gat in zijn standvastigheid voor deze verzetskameraad, Alex Verraad, heeft het boek heel treffend genoemd. Een verzetsman die onder druk verraad pleegt, na enige tijd weer weet onder te duiken en weer in het verzet staat. Toen na de oorlog het verraad aan het licht kwam, werd hij daarvoor hard gestraft. En dat is hard. Tegelijkertijd zien we aan ook van dit voorbeeld ook dat er in een samenleving die oorlog en bezetting heeft meegemaakt, toch ook altijd bepaalde routes als het ware kunnen ontstaan om met dit soort leed, dit soort verleden om te gaan. Soms is hier een uitweg uit mogelijk. Bijvoorbeeld door het besef dat doorstaan kon. Dat het geen menselijke slechtheid was per se, maar zwakte. Veel verzetsgroepen hadden daarom ook voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld dat ze met elkaar afspraken dat mocht je gearresteerd worden, hou in ieder geval 24 uur of 48 uur je mond dicht. Dan hebben de anderen de tijd om maatregelen te nemen. Of ze spraken af om gewoon maar zo min mogelijk met elkaar te delen. Het is eigenlijk een soort ingebouwd wantrouwen in elkaar. Laten we elkaar maar niks vertellen, dan kan je het ook niet per ongeluk of onder druk doorpraten vertellen. Het was dus onwillig verraad, zoals in het geval van de groep van Herman te behoren. Het was menselijke zwakte, maar geen kwade opzet, geen ideologische overtuiging of financieel gewin. En deze context die droeg er onder meer toe bij dat het tenminste mogelijk werd om in naoorlogs Nederland weer met elkaar verder te gaan. Geschaad, zeker, maar niet per se kapot. Herman kon uiteindelijk deze verzetskameraad vergeven. Nou, dan de tweede soort verraad die in het boek aan de orde komt. Als het gaat om het verhaal van Leen, om haar handelen en hoe Herman ermee omging later, dan hebben we het over een heel ander type verraad. Wat hierbij een cruciale rol speelt, zijn ideeën over mannen en vrouwen, over eer, eigenwaarde, over uiteindelijk, denk ik, de vraag in hoeverre de vrouw een autonoom individu is, of toch eigenlijk een attribuut van de man. We hebben het hier natuurlijk over de jaren 40, maar ook over de decennia daarna. Misschien ook nog steeds wel een heel beetje over het heden.
laten we het dus ook hebben over verraad en vrouw. Leen ging een relatie aan met Conrad Hofman, een SD'er die in Arnhem zat. Ze deed dat om hem ook vrij te krijgen. Leen en Conrad begonnen echter ook echt iets voor elkaar te voelen. Hofman wendde zijn invloed aan, Hermans de makkers kwamen vrij. Nou, mission accomplished zou je denken. Maar zo eenvoudig lag het dus niet, we hebben het net ook al over gehoord. Zowel Leen als Conrad waren door de ervaring van deze relatie veranderd. Het was niet alleen maar een kille uitwisseling geweest. He, seksuele diensten bijvoorbeeld voor ingrijpen in het machtsapparaat. Leen ontdekte dat ze tegelijkertijd trouw kon zijn aan haar liefde voor Herman en het gevoelens voor Conrad kon hebben. Maar dit viel, en valt, haast niet te rijmen. De culturele codes van toen en nu, die zeggen dat dat niet kan. Het is of echte trouw, of verraad. En daar kwam Herman dus na de oorlog, naar zijn vrijlating ook niet uit. En hun omgeving kwam daar ook niet uit. De tendens bleef om wat zij had gedaan als verraad op te vatten. En dat bleef tot nu, tot vandaag dit boek verschijnt, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de trouw en de verzetsaspecten van deze gedrag. Laat ik iets meer zeggen over noties van verraad in de context van mannen, vrouwen en oorlog. Vrouwen en verraad, als je daarover doordenkt en ook meer over uitzoekt, dan gaat het eigenlijk altijd over ideeën rond vrouwelijke seksualiteit. We kennen allemaal denk ik wel de beelden, de foto's van vrouwen en meisjes die bij de bevrijding de volkswoede over zich heen kregen vanwege relaties met de bezetter. Moffenhoeren wordt het vaak genoemd. Soms betrof dat vrouwen die op allerlei manieren hadden gecollaboreerd, die bijvoorbeeld echte nationaalsocialisten waren. Of vrouwen die vanwege overlevingsstrategie met een Duitse relatie hadden. Soms waren er ook allerlei bijna onmogelijk nog te achterhalen complexe oorzaken en invloeden. De strafmaatregelen van toen, het kaalscheren bijvoorbeeld, door de straten paraderen, die waren niet typisch voor Nederland, die waren ook niet typisch voor de Tweede Wereldoorlog. Maar ze maken wel heel erg duidelijk dat noties van verraad en eer met betrekking tot vrouwen anders zijn dan met betrekking tot mannen. Van oudsher, en in zekere zin misschien nog steeds, worden vrouwen geacht hun eer en daarmee de eer van het land te beschermen. Dit betekent dat vrijwillig slapen met de vijand, zoals Jan Burma ook schrijft in zijn boek 1945, dat eigenlijk erger nog is dan gewoon verraad en collaboratie. Het is namelijk verraad aan de eer van het land. De openbare vernedering van deze vrouwen is daarom te begrijpen als vergelding voor de openbare vernedering die zij de inheemse mannen hadden aangedaan. In Nederland waren de mannen in 1940 door de Duitse troepen vernederd. Militaire capitulatie. Binnen een paar dagen. Het land werd bezet. Er kwam een nieuwe verdeling van de macht, waarin de Nederlandse mannen ondergeschikt waren aan de Duitsers. Wanneer Nederlandse vrouwen dan relaties kregen met deze Duitsers, om wat voor reden dan ook, voelden de Nederlandse mannen hun zwakte en machteloosheid publiekelijk tentoongesteld. Zij voelden zich dus vernederd. Dat dit niet enkel voor relaties tussen Nederlandse vrouwen en Duitse mannen gold, blijkt ook wel uit de vaak harde reacties op relaties die later, en bijvoorbeeld Canadese soldaten, ontstonden. Maar dit is niet allemaal typisch Nederland. In omringende landen, België en Frankrijk, gebeurde ongeveer hetzelfde. En in België en Frankrijk leek het ook weer op praktijken die vlak na de Eerste Wereldoorlog, toen die landen ook een bezetting of gedeeltelijke bezetting achter de rug hadden, praktijken die toen ook waren opgetreden. En dit is dus één aspect van de kwestie. Relaties tussen vrouwen en de bezetter werden gezien als aantasting van de eer van de autochtone mannen. Het probleem zat hem dus niet bij de man en de vrouw, bij de vrouw en de man met wie zijn relatie aanging, wat reden dat ook was, dat gaat eigenlijk helemaal niet om doen. Het gaat om de boodschap van vernedering die daarvan uitging naar de lokale mannen. Ofwel naar de betekenis die zij in de bredere samenleving eraan gaven aan die relatie. We komen hiermee weer op kwesties die met een ander aspect samenhangen, namelijk kwesties van oorlog en seksueel geweld.
Militaire nederlaag en bezetting ondermijnen, zoals we net zagen, noties van mannelijkheid. Culturele beloftes als mannen zijn sterk en vitaal, ze beschermen het thuisfront. De beloftes, kortom waarop de legitimatie van de macht van de mannen destijds berusten, die werden fundamenteel ondermijnd. De mannen vallen door de mand in de ogen van de vrouwen en ook van zichzelf. En meer nog, hun vrouwen zijn nu overgeleverd aan de bezetter, die kan doen wat hij wil. En ik zeg dit wel met aanhalingstekens, want hoewel seksueel geweld onlosmakelijk verbonden lijkt aan de oorlog, is het natuurlijk geen natuurwet. Het volgt uit culturele noties. We kennen de gruwelijke werkelijkheid van de seksuele oorlogsvoering, bijvoorbeeld uit de oorlog in Bosnië in de jaren 90, ook weer recent, Boko Haram, IS. Toen in de Tweede Wereldoorlog hielden de Duitsers feestelijk in Oost-Europa, vervolgens de Russen in Duitsland. We kennen inmiddels ook het gruwelijke lot van ontelbare vrouwen in Berlijn, kort na de ineenstorting van de Derde Rijk. In die situatie zien we hoe vrouwen niet alleen het seksueel geweld op zichzelf te verduren kregen, maar vervolgens ook nog eens de vaak zeer harde reacties van hun omgeving daarop. Een aantal jaren geleden is opnieuw een anonieme relatie uitgegeven, een vrouw in Berlijn heet het. En daarin staat dit heel treffend beschreven. Als je dat leest, dan zie je hoe heel veel mannen een verkrachte vrouw of dochter als bezit zagen dat het nu geschonden was en daardoor zijn waarde had verloren. Een verkrachte vrouw was in vele ogen een overspelige vrouw. En die verdiende geen troost, maar straf. Die moest zich schamen. Toen veel vrouwen, echtgenoten, dochters, moeders, werden geacht zichzelf om te brengen omdat de geschonden eer van de mannen, vader, broers te erg was voor hen om te verdragen. Nou, hoe komen we via al deze gruwelen nu weer bij het verhaal van Leen Herman? Verzet. De Duitse bezetter in Nederland ging zich, anders dan in veel andere delen van het bezet Europa, niet te buiten aan massaal seksueel geweld. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat er helemaal niks gebeurt. Van hoger hand was echter bepaald dat de Nederlanders broedervolk waren en goedgekeurd waren voor de nationaal-socialistische toekomst. Nederlandse vrouwen kon je dus relaties aangaan, huwelijken aangaan, kinderen krijgen, net als met Duitse vrouwen. De verhoudingen tussen Nederlandse en vrouwen en Duitse mannen zijn dus, ondanks de oorlog, meer bepaald door de dan heersende seksuele moraal dan door het bruut geweld of kale overlevingsdrang. In het toenmalige christelijk geïnspireerde denken was het de taak van de vrouwen de mannelijke lust te bedwingen en de eigen kuisheid te bewaren, de eer te bewaren. Je ziet het ook terugkomen in het boek, wanneer Leen in het ziekenhuis ligt, ze heeft van TBC, maar ze zorgt dan toch wel voor, via allerlei omwegen die in het boek beschreven staan, dat Herman niks tekort komt terwijl zij afwezig is. Ik vond het een heel typerend voorbeeld hiervan, dat een haat verantwoordelijkheid is daarvoor stond. Dat Leen zelf een man benaderde en eigen kuisheid opgaf, was dus een transgressie tegen de heersende moraal. Daar stond in haar ogen het hogere doel van haar echtgenoot vrij krijgen tegenover. En niettemin was het een transgressie bekeken van haar denken van toen. En daar komt nog een complicerend aspect bij, namelijk dat dit alles gebeurde in een context van verzet. Van Herman die behoorde tot het verzet. Verzet tegen datzelfde natieapparaat waar Conrad juist onderdeel van was. Verzet, of zelfs het verzet, heeft niet voor niets altijd zo tot de verbeelding gesproken. Tijdens de oorlog, na de oorlog, een van de functies die verzet had en heeft, is om te laten zien, bijna om te bewijzen, dat Nederlanders niet alleen maar slapjanen waren. Overwonnen, bezet, wat, dat we ons niet alleen maar hoeven te schamen. En kort na de oorlog vervulde het verzet ook nog deze functie. Namelijk te laten zien dat er wel degelijk mannelijkheid, mannelijke eer en martialiteit aanwezig was. Kijk op de foto, die mannen die staan ergens voor, die hebben een geweer in de hand. En daarmee verzacht het verzet in de legitimatie van de mannelijke dominantie, die na de bevrijding opgetuigd moest worden. De mannen hadden zich wel dapper te weer gesteld en daarom toch het recht tijdens de wederopbouw de machtsverhoudingen tussen de seksen in stand te houden om ze nodig weer in het oude gareel te brengen. Maar dit betekent dat
vrouwen ook binnen het verzet een hele precaire positie innamen. Vrouwen die een rol vervulden die paste binnen de toen geldende ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die vonden niet voor al te veel problemen. Denk bijvoorbeeld aan dagelijkse zorg voor onderduikers of bescheiden hand- en spandiensten. Maar zodra zij ingewikkelde rollen op zich namen, ontstonden er al gauw botsingen. Wanneer was een vrouw nog gewoon koerierster? Of veranderde ze in iemand met een eigen stem en positie binnen de groep? Denk aan het voorbeeld van Esmee van Egen, een andere foto, die in het Friese verzet een hele ingewikkelde positie innam. Door haar autonome optreden binnen het verzet, maar ook daarbuiten, onder andere door de relatie met de Duitsers, vonden er in de ogen van velen binnen het vrij conservatieve deel van het Friese verzet, je ziet ze daar op de foto trouwens, kort van Friese. Volgens hun vonden er wel een beetje te veel rolverwisselingen, of beter gezegd genderverwisselingen plaats. In plaats van de seksuele eer te bewaren en te reserveren voor Nederlandse mannen en om de mannen hun martiale rol te gunnen voor hun actieve verzet, kwam Van Egen een hele eigen en autonome positie in. Zij veroorloofde zich daarmee wat eigenlijk alleen mannen zich toen konden veroorloven. Eerder heeft Marjan Slechtman al eens in een lezing over Van Egen gezegd dat ze daarmee in feite iets deed dat als heel erg werd ervaren. Want ze verraadde op die manier de eer van het verzet. De eer werd geassocieerd met mannen en mannelijkheid. En dus er is een hele sterke associatie van het verzet en mannelijkheid dat hoort bij elkaar. En eigenlijk geldt dit ook voor Leen. Leen deed dit eigenlijk ook. Toen Herman gevangen zat en Leen ging proberen om hem vrij te krijgen, was er sprake van een rolverwisseling. Hij was dan wel in het verzet en hij bleek ook wel echt een man. Hij had een relatie in de kampsoep met Eva. En niemand maakte daar verder een probleem van, dat het niet gezien was verraad. En dus hij bleek wel echt een man. Maar toch, hij zat daar, passief, opgesloten, door de Duits. Nou, nee, zij was buiten. Zij was actief, ze kreeg een idee, maakte een plan. Zij benaderde de vijand en zo ging ze van stap tot stap. Zij deed een radicaal nieuwe ervaring op. Zij ontdekte bij zichzelf en bij deze hele specifieke representant van de vijand, deze Konrad Hofman, die ondanks zijn SD-uniform een heel aardige man bleek te zijn, allerlei nieuwe gevoelens ontdekt te zijn. En zoals ik toen ook in het boek schrijf, en ik citeer hem hier, hoewel Leen aanvankelijk met het contact geen andere bedoeling had om haar man te bevrijden, heeft zich uit haar zuiver-erotische bevrijdingsactie en zijn eenzame verlangen iets ontwikkeld dat serieus genoeg was om haar ook lang na de oorlog in zijn afreizen naar zijn adres in de Bondsrepubliek op welkom bezoek. Leen kreeg uiteindelijk haar man en zijn verzetsvrienden vrij. Kortom, zij kan zijn rol in. Een rol die in die tijd in principe aan mannen voorbehouden was. De rol van autonoom individu. Een rol waarin zij haar eigen keuzes volgde, daar standvastig in was, gevaarlijk en risicovol werd. Zij werd een voorbeeld van verzet en daadkracht en succes. En last but not least, zij bepaalde en beschikte over haar eigen lichaam. Net als Van Egen ondermijnen ze daarmee dus de associatie van mannelijkheid en verzet. En hij, Herman, moest daar vervolgens mee omzien te gaan. Hij moest het zien te verenigen met zijn eigen ideeën, over mannelijkheid en eer, met zijn identiteit als verzetsman. En niet onbelangrijk, met het feit dat hij gewoon echt van haar hield. In Nederland van de eerste decennia na de oorlog was dit een onoplosbaar probleem. Er bestonden haast geen routes om hieruit te komen. Nou, ik kom langzamerhand tot mijn slot. In dit mooie boek dat vandaag verschijnt, en dat Roepen daar heeft geschreven, staat in een inmiddels vrij indrukwekkende traditie van Nederland, van Nederlandse boeken over hoe de Tweede Wereldoorlog, verzet en verraad in de eigen, hele naaste omgeving van allerlei Nederlanders zijn sporen heeft nagelaten. Het is een hele persoonlijke, vaak emotionele en aangrijpende boeken. Maar het is niet alleen een teken van brede interesse voor persoonlijke geschiedenissen. Oxford hoogleraar Robert Gilday die schrijft in zijn nieuwste boek, Fighters in the Shadows, over het Franse verzet, en ik citeer hem hier, heden ten dagen overheerst het verhaal van het verzet als een humanitaire en universele mythe van de strijd voor de recht van de mens. En daar gaat het verzet over. Daardoor, door deze nadruk,
is een grote rol mogelijk voor vrouwen en helpers van Joden en is de rol voor verzetstrijders met stembus kleiner geworden. En deze verschuiving met nadruk op universele waarden heeft zeker ook in Nederland plaatsgevonden. En dit boek is denk ik daar opnieuw een voorbeeld van. Ook in dit boek is aandacht voor de individuele en familiegeschiedenissen aan de hand waarvan wij de strijd voor algemeen menselijke waarden van moed en trouw en verzet tegen onderdrukking kunnen medeleven. En daarom is Lenin anno 2016 dus ook eindelijk de verzetsheld in. Eind goed al goed, kan je haast denken. Maar ik sluit hier toch af met een vraag, iets om ter overweging mee te nemen straks in het begin. Hildijk stelt in het boek dat ik net aanhaalde van hem, Partners in the Shadow, hij stelt daarin ook dat ondanks deze verschuiving naar meer ruimte voor de rol van vrouwen in het verzet bijvoorbeeld, hun verhaal, de verhalen van vrouwen in het verzet, toch vaak de vorm blijven aannemen van een parabel van devotie en opoffering. Ik spreek nu nog eens aan het verhaal van Lene. Is haar optreden alleen goed en verzet als zij het voor Herman heeft gedaan? Of bevestigt dit via een onderweg toch weer het beeld dat wat de vrouw ook doet, het is pas goed wanneer het beantwoord aan het idee van opoffering aan de man, van zorgzaamheid. Wat hadden we nou moeten doen wanneer haar actie geen resultaat had gehad? Wat was nou het verhaal geworden wanneer Conrad eigenlijk een grote engert, een echte grote fouteling was geweest? Wat als? Oftewel, waar gaat het hier eigenlijk ook om? Het gaat natuurlijk ook hier om ons morele oordeel, hoe wij hierover kunnen oordelen, wat wij kunnen zeggen. En dat wij nu ook kunnen zeggen van nee, zij was niet fout, zij was juist goed. En daar gaat het natuurlijk ook om. Vooral voor naasten, familie, vrienden, hè, mensen die zich van nature associëren en identificeren met de hoofdpersonen, dat is normaal. Maar tegelijkertijd laten we ons er ook van bewust zijn dat al deze mensen, al deze echte mensen, ook individuen op zichzelf waren. Zij bestaan niet alleen ter wille van ons, onder ons in goed of fout worden ingedeeld, zodat wij ons van schuld en schaamte kunnen verlossen. Ook als ze te ingewikkeld zijn voor ons schematisch denken, dan nog doen hun ervaringen ertoe en maken ze ons ervan bewust dat onze blik altijd kan veranderen, zolang we maar een open oog houden voor de complexiteit en de gelaagdheid van onszelf en de mensen om ons heen. Dank u wel. Het is een belangrijk boek omdat het ons inzage geeft hoe het verzet werkt, maar dan op een klein niveau. We spreken vaak over de illegale, de verzetstrijders in Nederland. En dit gaat over een paar mensen en vertelt dan heel veel hoe het dan in het verzet liep. We hebben de enorme problemen waar men voor kwam te staan, de enorme persoonlijke risico's die men liep. En ook in dit boek vooral dat het ook hele relaties ontzettend onder druk kan zetten. Het is bijna niet geloof het verhaal. En het goede van Roel van Duin is dat hij ook overal aangeeft waar hij het gevonden heeft. Hij heeft een heel intensief notenapparaat, zodat je kan zien dat hij echt onderzoek heeft gedaan in archieven, dat hij met mensen heeft gesproken. Echt met enorme energie heeft hij dit gedaan. En anders zou je het bijna niet geloven. Zo'n verhaal is dit. Ik las het eerste mailtje voor, dat was nog maar van in juni 2014, dus zo snel heeft hij gewerkt, dat hij eigenlijk helemaal het begin staat en eigenlijk nog helemaal niets weet. En dan heb je eigenlijk het idee, nou misschien kunnen we over die verzetstrijden wel wat vinden, maar daarna wordt het heel moeilijk. En hij werd dus ontzettend veel boven water te krijgen. Nou ja, hoe ver wil je gaan om je geliefde te redden? Heb je het ervoor over om zelfs met de vijand, wat zei die vrouw, die Leen, die zat zelf ook in het verzet, om zelfs met de vijand, om de SD'er, al was de man persoonlijk, werd hij naar de oorlog als fatsoenlijk iedereen omschreven, om dus met zo iemand naar bed te gaan, om het leven van je man te redden die in het concentratiekamp Vught zat, de kans dat hij daar verder naar een ander concentratiekamp zou gaan in Duitsland en het leven zou verliezen was heel groot. En zij is dus bereid om alles te doen om zijn leven te redden. Hij vond het onverteerbaar. Hij zei zelfs tegen haar, wat natuurlijk voor haar weer heel tragisch was, van had maar daar maar laten zitten. Dus dat is. Maar de liefde is ook wel zo sterk, dus dat ze altijd bij elkaar blijven. Dat maakt het verhaal dan ook weer heel bijzonder.
Ja, het is een persoonlijke geschiedenis. Dat is altijd, altijd leuk, want dan heb je een heel betrokken auteur. Dat blijkt hier ook uit. Het is heel diep, diepgaand onderzoek geweest. En dan zie je dan, dan lijkt het klein. Maar uiteindelijk zijn die, die kleine processen, die kun je eigenlijk weer uitvergroten. En dat wordt eigenlijk een waaier van waaruit je ook naar de meer algemene geschiedenis kunt kijken. Dus het gaat om een vrouw die beschuldigd wordt van dat ze de moffenhoer zou zijn. Dat ze geen echte verzetsheld zou zijn, geen echte verzetstrijdster. Dat was toch iets meer van de mannen. En het blijkt dus dan in focus, dan zie je door dit te weerleggen in een kleine geschiedenis, je meer leert eigenlijk over de grote geschiedenis. Ik denk dat, ik heb daar niet echt met Roel over gehad, maar ik denk dat hij verraad gewoon als verraad heeft neergezet. Want dat is het bestaande beeld. Ja. En als je dan verder leest, dan merk je dat dat verhaal kantelt. Zo langzaam kantelt het verhaal tijdens het doorlezen. En dan merk je in één keer dat dat zogenaamde verraad in feite een verzetstaat was. Kijk, die vrouw had niet veel wapens in die jaren. Zo moet je het natuurlijk ook zien. In die zin zijn er wel zaken veranderd. Maar ik denk dat eerst moet begrip komen en daarna komt oordelen. Zo werkt het vaak. Laten we eerst nou eens begrip opbrengen voor wat die vrouw gedaan heeft en hoe moeilijk het was. En welke afwegingen er gemaakt moesten worden. En dan denk ik dat het mooie is aan het boek dat iedere lezer voor zichzelf eigenlijk een afweging kan maken van wat vind ik hier nu eigenlijk van.